Het open deurweekend van de chemie, kunststoffen en life sciences lokte ook dit jaar meer dan 30.000 belangstellenden. Zij konden de bedrijven uit de sector op een originele manier ontdekken en kennismaken met innovatieve technieken. Ook BASF Antwerpen zette uitzonderlijk de deuren open voor het grote publiek. We hebben zoveel positieve boodschappen over onze producten die bijdragen tot duurzame ontwikkeling, rond tewerkstelling en rond ons samenwerken met onderwijs. Werkplekleren passen wij in onze sector reeds zeer intens toe door het aanbieden van zeer vele stageplaatsen. En dit willen wij vandaag bijzonder in de verf zetten. Ik vind dat een heel goed initiatief, omdat de chemie soms nog onbekend is en onbekend maakt onbemind. En je ziet dat ook in heel wat vacatures blijven vaak open. Jongeren kiezen niet direct voor technische richtingen, voor chemische richtingen. En dit kan daarbij helpen. Het werkplek leren is zeker interessant om te doen. Je zit 4 à 5 dagen per week in het labo. En je leert het bedrijf kennen, zeker ook handig naar later toe. Misschien dat je daar wel kan solliciteren of zo. We hebben 2 keer een maand stage bij BASF. En bij mij bijvoorbeeld is dat in een tankpark, waar wij de shiften mee samenlopen, de vroege, de late en de nacht. En dan leren wij het bedrijf kennen waar we als stagiair geplaatst worden. En dat is eigenlijk een heel leuk gebeuren. Ik moet hier veel filters vervangen. Dat is tussen mannen, maar als vrouw worden gewoon aanvaard. Je moet je proces in doorhouden, zien alles juist verloopt. De finale doelstelling is om de 2000 vacatures die openstaan in deze sector ingevuld te krijgen. Een deel daarvan willen wij via werkplekleren gaan aantrekken. Wat betekent dan? Heel duidelijk de mensen, de studenten, dichter bij de industrie brengen, het onderwijs dichter bij de industrie brengen en een jobfit maken voor deze sector.